Superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op het kanaal Knipgirls. Vandaag ga ik je laten zien hoe je een heel erg leuk detail maakt op je t-shirt. Hier kun je hem al zien. We gaan namelijk een tunnel maken en daardoor halen we een lintje zodat het leuk zo gaat opkrullen. Ben jij nou benieuwd hoe je dit thuis ook kunt maken? Blijf dan gezellig verder kijken en laten we gaan beginnen. Wat hebben we allemaal nodig? Als eerste hebben we natuurlijk de naaimachine nodig. Ook hebben we een shirtje nodig. Een heel klein stukje stof en dat komt gewoon aan de binnenkant. Zorg dat het niet een te donkere stof is, zodat het niet doorschijnt. Ook hebben we een leuk lintje nodig. We hebben ook garen nodig voor in de naaimachine. Ook hebben we een meetlint nodig, een stofschaar en speldjes. Ik heb alvast een strook geknipt van 4 centimeter breed. En die past precies tussen hier het naadje en hier. Zo. Ik heb het t-shirtje binnenste buiten gedaan. En nu gaan we in het midden van de hals een speld zetten. En aan de onderkant gaan we ook een speld zetten in het midden. Zodat we deze strakjes mooi in het midden vast kunnen naaien. Dus ik ga de hals even opmeten. Is 14,5 in het midden. Dus dan meet ik weer van een 4, 14,5. Zo. En daar zet ik dan een speldje in. En aan de onderkant ga ik hetzelfde even doen. Ik heb de stroken nu opgelegd en ik heb hem precies in het midden gelegd op de 2 centimeter. Dat kun je nog eventueel even nameten, maar je kunt het ook een beetje op gevoel doen. En dit ga ik nu aan de zijkanten hier zo vastspelden. Maar zorg ervoor dat je het maar enkel spelt, dus niet met, met de achterkant erbij. Dus dit ga ik nu aan beide kanten spelden. Ik houd zelf mijn hand er even onder, zodat ik niet per ongeluk in de andere laag stof kan. Ik heb de strook nu op het voelband gespeld en dit ga ik nu naaien. Ik heb hem erop gestikt en nu gaan we precies in het midden ook nog een stiksel geven, zodat er 2 tunnels ontstaan en daar gaat straks het lintje doorheen. Ik heb het middenstiksel ook genaaid zoals je kunt zien en ik heb hem alvast binnenste buiten gekeerd. Ook heb ik alvast een leuk lintje uitgekozen en die heb ik ook al vastgemaakt aan een veiligheidsspeld. Deze gaan we nu onder vandaan door het tunneltje halen. Dus ik begin hier. Zo. En dan komt hij hier dus aan de bovenkant uit. En dan steek ik hem weer terug in het andere tunneltje. En dan ga ik weer naar beneden toe. Het lintje zit er doorheen en nu kun je hem bijvoorbeeld heel erg strak maken of wat losser. En als jij hem dan leuk genoeg gerimpeld vindt, kun je er gewoon een knoopje in maken. Zo. En dan laat je dat gewoon zo los hangen. En dan is die klaar! Ik hoop dat je hem weer leuk vond. Vergeet daar geen like te geven. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Laat ook zeker een leuke comment achter hier beneden.
beneden. Vergeet ook niet de filmpjes van de andere meiden te kijken, want die zijn ook echt heel erg leuk. En heb je nou ook iets gemaakt? Vinden we dat hartstikke leuk om te zien? Deel het aan ons via Instagram met de hashtag Knipgirls, zodat wij dat ook kunnen zien. Dankjewel weer voor het kijken en hopelijk zie ik je gauw weer in mijn volgende video. Doei!